Ik sta hier in Kostverloren, waar de bewoners het heft in eigen handen hebben genomen. Ze hebben heel erg veel last van hondenrollen op het grasveld. Volgens hun doet de gemeente niks. Nou, daarom hebben zij deze depodoc ding opgehangen waar je zakjes kan pakken om de hondenrollen op te ruimen. Daarnaast zijn de kinderen die zijn met vlaggetjes de hondenrollen gaan markeren. En ik ga ze er even bij helpen. Meneer, wat bent u nou precies aan het doen? Nou, we hangen even bakken op voor zakjes voor de hondenpoep. Maar dat is toch gewoon een taak van de gemeente? Of, heb ik dat, of vergis ik me dan? Nee, dat klopt wel. We hebben zelfs de gemeente er even naar gevraagd of ze dat wilden doen. Want we betalen heel veel hondenbelasting ervoor. Maar ze zeggen van ja, dat is ons beleid niet. Dus nee. Ze doen er eigenlijk niks in. Dus, en de kinderen kunnen hier niet meer spelen. Dus zeiden we van nou, dan moeten we het gewoon zelf even doen. Nou, eigen middelen. Ja. Mag dit dan wel? Ik heb gehoord van niet, nee. Dit mag niet? Nee, dit mag niet. Dus we zijn hier een criminele activiteit aan het filmen? Ja. Ik voel me ook zwaar schuldig. Ja, bent u al... Als iemand anders het niet doet, ja. En wie moet het dan doen? Dus dat wordt zitten, denk ik. Je mag je keutel ook niet laten liggen. Wij vinden dat het een heel goed idee is. Want elke keer dan zitten we bijvoorbeeld weer onder de hondenkak en wij vinden dat echt niet fijn. En meestal krijgen mensen met een hond de schuld en wij willen bewijzen dat dat niet zo is. Omdat sommige mensen gewoon hier langs dit veldje rondgaan met een hond. Die laten ze kakken en die rijmen het niet op. Yeah. En wat vind jij ervan? Nou, ik vind het ook heel goed, want zij hebben ook een keer de schuld gekregen. Maar wij ruimen het ook altijd op. Dus dan vind ik het ook echt goed dat dit wordt gedaan. Wat nou als de gemeente hier morgen komt en die haalt die dingen weg? En wat is dan uw volgende stap? Ja, dan ga ik gewoon nieuw ophangen. Ik gewoon nieuwe bestellen en dan hang ik ze weer op. Ik denk dan van de gemeente die handhaaft toch gewoon op mensen die de hondenpoep niet opruimen. Ja, daar zat het mooiste met maatregelen. Ik heb zelf ook in de gemeenteraad gezeten. Dat je heel veel maatregelen neemt, maar vervolgens kun je ze niet handhaven. Dus dat geldt hetzelfde met hondenpoep. Dus u zegt er wordt niet gehandhaafd? Nee, er wordt niet gehandhaafd. Nee, dat is ook bijna een onmogelijke zaak natuurlijk. In principe moet hondenpoep opgeruimd worden, dat is een duidelijke zaak. Maar om dat te handhaven is onmogelijk. Jij hebt een brief aan de burgemeester gestuurd zelfs. Wat stond daarin? Nou, dat we het een beetje zat waren, dat hier zoveel poep lag. En dat we heel graag gewoon weer willen spelen van de zomer hier. En dat er wat meer moet gebeuren met de belasting die hier wordt geheven. En wat was de reactie dan van de burgemeester? Nou, die hebben we dus nog niet binnen, ook al hebben we de brief 4 weken geleden gestuurd. We kregen zeg maar alleen een bericht van de secretaresse dat die aan de burgemeester wordt voorgelegd. Maar dat was het ook. Oké. Okay. En wat vind je daarvan? Nou, ik vind het wel flauw dat ze er zo lang over doen.